Hallo allemaal en welkom in het kantoor van Moet Jij Weten Producties. Mijn nieuwe onderkomen, om het een beetje te ontsnappen uit de dagelijkse realiteit van het zorgen voor twee kinderen en et cetera, et cetera. En natuurlijk een mooie plek om allerlei snode plannen te beramen, te bekokstoven en te manifesteren. Maar goed, ja joh, heb ik een plekje voor mezelf hier. Allemaal mooie dvd'tjes hier. Een plekje voor mezelf en meestal als ik een beetje ruimte heb voor mezelf, dan komen de leukste ideeën tot uiting. Dus wie weet. Maar goed, het eerste project vanuit dit fantastische kantoor wordt Project Merch. Jullie liepen te zeiken om merchandise. Wij willen merch. Aanvankelijk dacht ik van ja, hoe ga ik dat doen dan? Ik heb helemaal geen zin in dat gezeik. T-shirts maken, dat vind ik leuk. Maar het gaat hoor, ik moet naar de Kamer van Koophandel. Ik moet een website gaan maken. Bla bla bla. Je kent het allemaal wel. Ik moet dus die t-shirts gaan regelen als jullie bestellen. Ik heb daar helemaal geen zin in. En geld is nooit mijn drijfveer geweest. Dus waarvoor ga ik dit eigenlijk doen? Dacht ik bij mezelf. Maar goed, aan de andere kant had ik natuurlijk ook het plan om het theater in te gaan. Om jullie mijn verhaal te vertellen. Maar goed, dat plan, daar was ik begin dit jaar mee begonnen. Weet je, ik had Koninklijk Theater in Den Haag gebeld. Ik zei, joh, wat kost dat om die winkel af te huren? Konden ze niet onwijs waarderen. Maar het viel me alles mee. Maar ze zegt, joh, leuk verhaal, maar stuur jij maar een mailtje, jongen. Want je moet wel binnen de richtlijnen van het Koninklijk Theater passen. Toen dacht ik over, dit wordt zo'n verhaal. Ik heb nog bij een paar regisseurs aangeklopt van, joh, hoe gaan we dit regelen? Maar het is één grote muur van ego daar in die theaterwereld. Het is nog erger dan daarbuiten. Ja. Nog erger. En dan denk je van, nou ja, theater, daar houden ze wel van nieuwe dingen en mensen een kans geven en van kunst en van lachen. Maar nee hoor. Nee, maar goed. En toen dacht ik van, joh, ik heb helemaal geen zin in deze bullshit. Weet je wel, hoe moeilijk kan het zijn om je eigen theaterproductie op te starten of te regelen of weet ik veel wat allemaal. Je huurt gewoon iets af en je pleurt. Je gaat het zelf doen. Weet je, ik heb me nooit aan wetten en regels gehouden, dus nu ga ik het zeker niet doen. En zeker niet aan theaterwetten en regels waar we... Als ik ergens een hekel aan heb, is het wel een ego. Of dan een hekel aan heb. Als ik iets niet ben, dan is het wel ego. Dus fuck die bullshit. Regels zijn er om gebroken te worden, dus hallo. Toen dacht ik, nou, dan ga ik het zo doen. Dan ga ik die t-shirts maken. En van dat geld ga ik die theaterproductie. Heb ik een win-win situatie en dan neuk ik het systeem nog lekker een beetje. Over het neuk van het systeem gesproken, want ik ben geen commerciële hoer, zoals jullie weten. Geld is niet mijn drijfveer. En ik hou van originele dingen. En ik wil geen dingetje worden, dus alle t-shirts die ik ooit ga maken, ga ik maar één oplage van doen, of editie, of weet ik veel hoe dat heet. Ik ga er maar één van maken. Dan wordt het gelijk iets speciaals voor degene die het kopen of zo. En de eerste, dat moet natuurlijk wel een hele bijzondere zijn. Hè? En dat is het ook geworden. Ik dacht van ja, wat moet ik nou? Moet ik een broccoli, een avocado, een kever? Mijn hoofd op een t-shirt? Nee. Het moet iets zijn waar het ooit allemaal mee is begonnen. En dat is
De mooie mannenclub. Het logo. Op het hart gedragen op de voorkant. Op de achterkant. Het gedicht. Waar de slogan. Van de mooie mannenclub. Weet ik veel. Het gedicht. We don't care about your system. We don't care about your schools. We don't care about your money and your motherfucking rules. But we love our spirit father. And our mother earth as well. As our brothers and our sisters. So you can go and fuck yourself. Hallo. Op de achterkant. En ja, dit t-shirt liet ik maken voordat al die bullshit waar we nu in zitten begon. Althans, ja, deze tijd, weet je, hoe symbolischer kan het niet. Weet je, het oude systeem eruit, het nieuwe systeem erin. Een aarde waar we samenleven met de natuur. In plaats van alleen maar aan onszelf denken en hebben, graaien. Maar goed, daar hebben jullie mij niet voor nodig. De goden regelen dat zelf wel. Maar goed, dus dit is het t-shirt. Maar ja, hoe gaan we dat nu doen? Want ik heb die website, dat is ook een half jaar project voordat ik dat door heb. Maar goed, ik heb bedacht, ik ga van alles één doen. Maar ik moet wel weten hoeveel ik er moet laten drukken. Ik ga er niet 2000 laten drukken en dat er maar 1000 worden gekocht. Vind ik zonde van de energie en zonde van mijn geld. Dus ik heb een e-mailadres, daar kan je je maat, in het onderwerp stuur je je maat. Ik ga niet dat mailtje openen. Dan zie ik hoeveel mailtjes ik heb. En dan moet ik maar die maten gaan inventariseren of zo. Ik heb er ook eigenlijk helemaal geen zin in. Stel nou dat je denk 3000 mailtjes krijgt. Dan ben je mooi fucked. Maar goed, het zal me meevallen denk ik. Hoop ik. Ik weet het niet. Maar goed, in ieder geval. Van het geld wat ik met die t-shirts ga maken, ga ik lekker mijn eigen theaterproductie doen. TZT als het weer kan. En hoe zeg je dat? Ik denk dat die 50 euro gaat kosten of zo. Ik moet omzetbelasting. Die dingen moeten gemaakt worden. Die gozer die het logo heeft gemaakt, Laurens Mostert. Een begenadigd kunstenaar, onthoud die naam. Laurens Mostert. Die moet er ook wat voor kunnen vangen. Per t-shirt. Dus hou rekening met een half Meijer. Om en nabij. En ex-verzendkosten. En dus mail je maat in het onderwerp naar moet jij weten producties. @hotmail.nl of .com. Dat zet ik hieronder neer. En dan ben ik maar fucked. Ik weet het verder ook niet. Project merch. Hallo.